afraid of the dark? Are you scared? Hallo en welkom beste kijkers van de Ghost Travelers. Welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuw avontuur van de Ghost Travelers NL. Vandaag een nieuw avontuur met Jan, Louis en ikzelf, Wim. In een, geen verlaten bos, maar wel een bos waar we eigenlijk getipt zijn om een keer naartoe te gaan. Wij zijn samen de andere paranormaal. Hij is ook van de firma. Hé? Ja. Ik kom het jou zo. Wacht even hoor. Ja, en waar was je geleden? Dan moet je gewoon oppakken. Ja. We zijn getipt door andere paranormale onderzoekers om hier een keer door dit bos heen te lopen, te voelen, te onderzoeken en kijken wat we nou merken. Eigenlijk ongemerkt van wat hun hebben opgenomen en wij. Kijken en vergelijken. Ik ben benieuwd. We hebben apparatuur bij, K2 meter, de pot, de radio. Alles. Alles eigenlijk. We hebben alles gewoon altijd bij. We hebben de rugzak ook altijd bij. Dus... Genoeg batterijen bij, lampjes. Alles. Voor de zekerheid. Dus camera's. Ja, blijven kijken. Ja. En ondertussen, kan je ook eventjes abonneren en liken. Tot zo. En een duimpje. Maar hier moet het ook niet anders verplassen zijn wat hier iets gebeurd is met dat kind, toch? Hier schijnt een grote vijver te zijn. En daar is dat met dat kind gebeurd, ja. Ja, want ik heb de kaart heb ik ook bij gehad. Dan heb ik precies gezien waar die moet en hoe we nou lopen. Ja. Dat hier die kant op is dat we daar moeten. Ja, we zijn niet ver vandaan, denk ik. Nee, hè? Nee. We zullen daar even laten zien wat we nou precies bedoelen. En dan zullen we het even het verhaal erbij vertellen. Het is nogal creepy. Maar goed, komen we daar op terug. Want als jammer mensen dat ze hier zo zijn, weet je, paranormaal. Dan wil ik toch zien, kijken wat mijn gevoel hier straks is. Ja. Daar ben ik toch echt benieuwd naar. Ja, wie weet slaan de apparatuur wel uit nou, hè? Ja. Dat zijn mijn benieuwen. Nou, meestal is het bij Wim altijd wel het geval. Nou, jij hebt ook al een paar keer in het gehad, hè? Ja. Oh. Ja, ik heb wel eens een moment heb ik ook wat gevoeld, ja. Waar ik eigenlijk dacht van, ja, gebeurt bij mij niet zo vaak. En ja, maar jij Jan, jij de laatste aflevering in het ziekenhuis. In het ziekenhuis was het bij mij raak. Ja, in het mortuarium vooral, ja, dat was jouw moment. Nou, in die kamer ook, hè? Ja. In die kamer ook, ja. Ja, dat was een aparte ervaring. Ja. Dat was voor mij de eerste keer. Dat echt, jullie hebben het al vaker meegemaakt, maar voor mij was het de eerste keer. Ja, maar zo is het juist mooi om dat echt juist mee te maken. En dan weet je natuurlijk ook wat wij voelen, zeg maar. Ja. En dat is toch wel wat ik eigenlijk over meepraten. En dan weet je waar je precies elkaar op aanvoelen op. Nou, we zijn hier nog wel allemaal op geweest dan, maar die hebben wel iets gevoeld. Maar ook niks dat ze zeggen van, ze hebben hier een schimmel gezien, zeg maar, of een geest. Okay, dus... Maar wel, ze hebben het gevoeld. En dan hebben ze ons geadviseerd om te kijken, om hier ook naartoe te gaan, om te kijken dus als wij ook iets kan voelen of meemaken. Oké, okay. Dus en dat moet hier zijn gebeurd? Dat moet hier zijn gebeurd, ja. De verschijning van het meisje? Nou, ikzelf, het gevoel. Niet het gevoel. De verschijning, maar ik het gevoel. En hebben ze onderzoek gedaan met instrumenten, meetapparatuur? Ja, gewoon de K2 meter, de rotpost hebben ze erbij gehad. Oké. Okay. En die is wel een keer schijnbaar bij die enige afgegaan. Ja. Spannend. Ja, dat is spannend, ja. Nou, we gaan kijken. Wat zijn wij nu? Ja, hier is het. Vooral voor mij. We zijn er. Dus we zullen het meemaken. Ik denk dat het makkelijkste is als we op een steigertje gaan staan. Ja. Dan kunnen we ook het een en ander aan apparatuur uitzetten natuurlijk. Ja. Ja, dit is het vijvertje waar het om gaat. Ik weet niet als dit hier al even lang is als het vijvertje, dus dat weet ik niet. Ja. Maar het lijkt dat het nieuwer is dan het vijvertje zelf. Maar hier is schijnbaar wel gebeurd. Oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben al bezig met de apparatuur. Ja, dat is mooi. Je bent al voor. K2 meter ligt al klaar. Ja, die heb ik al aanstaan. De rempot in de hand. Is hier iemand bij ons aanwezig? En zo ja, kun je dan de rempot af laten gaan. Om zo dicht mogelijk bij de antenne te komen. Dan gaan de lampjes flikkeren. What the fuck? Ja, ja, je bent duidelijk aanwezig. Ja. Kijk daar jongens. Is het niet normaal? Zou je hem ook los kunnen laten? Dankjewel. Ja, dankjewel. Oké, Jan. Nou, dat is wel een duidelijk contact, zeg maar. Hè? Wat was de eerste vraag nou ook alweer? Ja, is hier iemand bij ons? Nu ga ik de vraag stellen. Want
verhaal gaat over het meisje natuurlijk. Dan ga ik een verhaal, de vraag stellen over het meisje. Ben je een kind? Oh, shit. Oké, dat is duidelijk. Is er hier iets met jou gebeurd? Oké, ben je hier verdronken? What the fuck, man, ze mensen. Ik ga hier weg. Ben jij hier opzettelijk of per ongeluk verdronken? Als je opzettelijk bent verdronken, laat dan de lichtjes aangaan. Oké, dus het is een ongeluk geweest. Was je hier alleen? Was je hier met je ouders? Of was je hier gewoon aan het spelen? En zo is het in keer stil, hè? Ja. Zullen we even binnenkomen, man? Het is gelukkig dat ik de camera net aan had. Want we waren eigenlijk al een beetje aan het installeren. Ik wil zeggen, we waren net bezig en we hadden gelijk al contact, ja. Maar het is nu weer even alsof het weg is ineens. Ben je nog bij ons? Wij doen je niks. Je hoeft niet voor ons bang te zijn. Kun je nog één keer bij ons komen en die antenne aanraken? Goed zo, dankjewel. Het blijft ook gelijk branden, hè? Ja, en ze zitten heel dichtbij, hè? Ze zitten heel dichtbij, want het paarse lampje brandt, dus dat wil zeggen dat ze er echt heel kort op zitten. Ja, want doe nou eens met jouw hand dan. Ja, kijk, want je ziet het. Groen, oranje. Kijk, zie je hoe dichter ik bij de antenne kom, en hoe meer lampjes. Dat is eigenlijk vies, hè? Want nou, ja. Ze zeggen dat het toch altijd wel anders is op water natuurlijk, hè? Paranormaal. Maar het is dus een ongeluk geweest, hè? Dat is nu eigenlijk wel een beetje bevestigd door dit onderzoek. Het is een ongeluk. Het meisje is hier verdronken, per ongeluk. Alleen, of dat ze hier alleen was of met meerdere vriendjes, vriendinnen, daar hebben we nog niet echt een duidelijk antwoord op. Maar het is toch al wel apart dat ze hier al... Maar wat gevoel heb jij hier nou bij, Jan? Ja, ik krijg hier wel een beetje kippenvel van, ja, als ik dat zo, ja. Zo zie. Ja. We zeiden nog, eigenlijk, hè, normaal ben jij het dan, Louis, of ik zelf? Ja, sinds ik die contact heb gehad tegen die tijd. Bij het zonnetje gaat of zo. Ja. Ja, dan ben ik weer een beetje meer in gaan geloven, eerlijk gezegd. Ja. Dit is wel, omdat er nou een kind is natuurlijk, dat raak je wel. Ja, kinderen doet je toch doet je iets meer met je. Ja, dat doen heel veel met je. Ja. Ja, je hebt zelf kinderen natuurlijk. Ja, je moet maar nagaan in gedachte dat hier een kind verdronken is. Ja, daar wil je niet, eigenlijk wil ik er niet over hebben, nee. K2 meter doet er eigenlijk helemaal niks hier. Nee. Maar het is vooral de rempot nou. Even duidelijk om te vertellen, we doen iedere keer bij een nieuw onderzoek nieuwe batterijen erin. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Het kan wel eens zo zijn als je de batterijen, dat stond ook in de beschrijving, als je de batterij erin laat en je doet hem iedere keer aan uit, dan moet je ze vervangen, want daar kan die, als de batterijen te leeg zijn, kunnen de lampjes ook gaan branden. Dus dat is het zeker niet het geval. Dat moet wel reëel blijven natuurlijk. Hey. Oh. Ben je weer bij ons? Ja, ik durf eigenlijk al geen vragen meer te stellen. Ik ben. Ik vind het een enge gedachte. Oh, hey, de groene. Dat is verder weg. Dat is deze kant. Ja. Ben je eenzaam? Want ik zie dat je graag in contact wil komen met ons. Maar laten we ons niet voor de gek houden, heren. Je weet ook wat ze zeggen, hè? Ja. Vaak doen slechte dingen zich ook voor als kinderen, hè? Ja, want ik, op heel eerlijk, als dit echt een kind van 4 jaar moet zijn, dan vind ik het wel heel erg wijs. Ja, het kan, hè? Het verhaal gaat dat hier iets met een kind is gebeurd. Dus dat kan in principe, kan het kloppen natuurlijk. Alleen net wat je zegt,
Het wil niet altijd zeggen dat het een kind is. Het kan zich voordoen als een kind. Nee, daar ben ik af en toe wel een beetje gevoelig voor of bang voor. Dat is een slecht iets dat je huisvesting hebt. Ja, als ik voordoet als kind om jouw aandacht te kunnen krijgen. Ja, dat is en als ik jouw aandacht kunnen vaststampen. Ja. Ja, dus moet wel een gevolgen van die. Eigenlijk wel afsluiten weer voor we weer weg klaar zijn. Ja. He, dan eigenlijk afsluiten en dat het hier blijft. En dat is wel maar je moet belangrijk. Maar je moet maar eens kijken hier door, filmen het plasje zelf. Het is geen groot plasje, maar het is ook niet echt... het heeft iets... Voor een kind is het genoeg om te drinken. Ja, die andere paranormale onderzoeksteam, die zei ook, het lijkt een beetje op, hoe heet het ook alweer, Duivelsberg. Ja. Is ook klein, ja. Maar toch ook spikken donker als het echt buiten donker is. Het is op dezelfde zin, ja. En het is ook echt donker. Nou is het wel zo dat wij onze gevoelens kunnen delen met die anderen die zijn geweest natuurlijk. Ja. We hebben eigenlijk als het ware een extra bevestiging. Ja. Dus het is niet zo'n leuk idee dit, maar ja. Nee. Ja goed, daar zijn we voor weggegaan. Daar zijn we voor op pad gegaan om de bevestiging te kunnen krijgen. Ja, daar doen we het ook voor. Daar doen we het voor, ja. Ik denk Louis. Ja. Ja, jij nog wat vragen stellen? Ik weet niet, ik heb hier, ik ben hier eigenlijk al klaar aan dit. Nee. Ja? Oké. Okay. Dit raakt me meer dan, Ja, ik wil ook liever nu gaan dan over een half uur. Ik voel mij hier ook niet zo, dus zeker omdat het met kinderen is. Nee, dan doe ik dat, Ik wil wel zeker weten of het kinderen zijn. Ja, maar hoe wil je nou bevestigen dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hoe kun je nou... bevestigen dat een kind niet is, maar iets slechts, zeg maar. Ja. Ja. Hoe weer dat bevestigen? Ik denk dat je daar pas achter komt als het op het moment dat het te laat is. Ja. Of dat ik het mee naar huis neem. Ja. Kijk, het is sowieso geen prettig gevoel dat hij op vragen afgaat. En dan vooral kindervragen, hè? Ja. Kijk, en ik weet ook niet als zo'n identiteit, zo'n iets wat niet goed is, weet... hoe die ouders heten van dat kind, hè? Of wat dan ook, daar kennen ze misschien ook mee misleiden. Hè? Kijk, wij weten niks van verder van de, van de andere wereld, hoe dat in werking gaat. Dus ja, ik kan het niet bevestigen. Laten we dat ook vooral maar niet doen, denk ik. Nee, hè? Laten we het hier maar bij houden, denk ik. We hebben de bevestiging gehad die we zochten. Ja. En ik denk dat we het hier maar bij af moeten sluiten. Ja. Dan nemen we geen risico's en het is een goed onderzoek geweest, laten we het daar maar bouwen. Ja. Toch? Zo is het. We sluiten het af hierbij en we laten het achter ons. Ja. We zeggen dat het hier moet blijven. En even voor jezelf een beetje goedje. En dan gaan we richting een andere plek. En voor het meisje, kunnen we daar nog iets voor doen? Ja, ik hoop dat ze... toch op de een of andere manier rust vindt of zo hier. Ja, of naar het licht. Of naar het licht. Ja, daar heb je dan andere mensen voor nodig die dat kunnen. Die kennen wij dus niet. Maar of we moeten ooit weer een keer terugkomen met iemand. Ja. Hè, die dat wel kan. Dat ze het naar het licht mogen sturen. Ja. Maar voor nu gaan we het maar afsluiten, denk ik. Ja, hè? Dat doen we. Oké. In ieder geval bedankt voor het kijken. Duidelijker kunnen we het niet brengen. We hebben de bevestiging gehad die we zochten. Het verhaal blijkt dus te kloppen. Een meisje dat hier is verdronken. Per ongeluk blijkt nu. Als we de antwoorden moeten geloven die ze geeft. We gaan het afsluiten. Like onze video in ieder geval. Blijf kijken, abonneer op ons YouTube kanaal. En wie weet tot de volgende keer. Doei!